Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. Animal abuse. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him! Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Vergeleken met Crash heb ik daar echt zoiets bij van Space Jam vibes. Gewoon nee. In ieder geval, goedemiddag allemaal. Welkom bij Crash Bandicoot. We hebben een gezellig chat bij. We doen dit via een livestream. En ja, dit gaan we als serie, ga ik dat zeker doen. In verband met dit spel hebben we vroeger zoveel gespeeld. Toen ik een klein, onschuldig jongetje was. Het was namelijk op het moment Crash Bloeken. Dat is van die andere Hoe heet hij nou? Vooruit, zeg het. Zou je de vaas zeggen? Van wie was het ook alweer die Crash Bloeken? Oh, ik weet wie je bedoelt. Ik heb hem sinds kort heb ik hem gezien. Ik heb zijn video gezien over Crash Bandicoot 4. Ik vond hem geweldig. Kid Icarus, ja. Ja, klopt. Normaal gesproken doe ik niet echt veel aan shoutouts en noem het maar op. Maar bij deze zeg ik wel van... dat mag wel. In ieder geval. Crash Bandicoot, dat was dus een experiment bij Neocortex. En die wordt dus in die vortex, wat dat dan ook zou moeten doen, rejected. En we zijn dus bevrijd en Banuka Peach wordt ontvoerd. Het probleem is Banuka, dat is duidelijk van die kennen. Nee, wij moeten er onze naam voor hebben. Hoe gaan we die Peach Bandicoot gewoon wordt ontvoerd? Gewoon om de running joke erin te houden. In ieder geval, eventjes heel erg snel detail. De appeltjes, 100 appeltjes geeft een leven. Alle dozen moeten we halen voor een extra gem voor de 100%. We gaan dit 100% runnen. En dat masker die Hoedoede daar zegt. Dat is een extra hitpoint. Worden we geraakt, dan gaat er een masker weg. We hebben nu 2 hitpoints. Heb je de 3, dan gebeurt er dit. Zoveel informatie in de eerste. Ik vertrouw het lopen niet. Ik vertrouw het lopen niet, Invincible. Hoi, vuurengeltje. Leuk dat je erbij bent. Oké, we gaan gelijk moeilijk doen. Even wachten, jongens. Snel moet ik even concentreren. Oh, jee. Ik weet niet of we op tijd in heel maart alle 3 de games kunnen doen. Ik hoop het natuurlijk wel. Lijkt me hartstikke leuk. We moeten hier even voorzichtig backtracken. Maar ja, ik ben dus van plan om Crash 1, 2 en 3 te gaan doen. 4? Ik durf niet. Dat was al maar 1 doos. We hoeven niet helemaal terug. Maar dat is dus het verhaal. En Peach Bandicoot is ontvoerd. Ik bedoel, echt serieus. Waarom dat... snap je? Dus even voor YouTube. Ja, we hebben dus een gem al te pakken gekregen. Voor de 100% completionist. Want dat gaan we dus zeker voor elkaar krijgen. Hoop ik. En dit is dus één spel. Vroeger toen ik een Nintendo had. Ik heb nooit een Super Nintendo gehad. En de Nintendo 64 kwam ook veel later. Want ik zat letterlijk in de periode van... ik had echt het gezin. Hoe doet dat dan? Dat weet ik niet. Ik zat letterlijk in de periode van... Stevie, jij hebt een Nintendo, dus hoezo moet je een Super Nintendo hebben? Je doet het maar gewoon met een Nintendo. Toen kwam dus Nintendo 64 en PlayStation uit. Toen zijn we overgegaan naar PlayStation. Toen hebben we dus PlayStation in huis gehaald. En een van de eerste spellen die we dus hadden was... Ja, dan kan ik het niet meer uitzeggen. Sorry. Zijn de fase, dan kan ik het alleen nog maar zeggen met die Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Ik weet niet hoeveel levels dat we gaan doen per aflevering voor YouTube. Moeten we gewoon heel eventjes gaan kijken. Dus...
Trouwens, deze kunnen we dan niet completen. Hier hebben we een gekleurde jumper nodig. Dus die kunnen we gewoon eventjes doorheen speedrunnen. Maar in ieder geval, daarom is deze dus ook van zeer nostalgische waarde. En fun fact over de gems. In de oorspronkelijk, want we spelen een remake waar dus alle drie de games in één zitten. Hartstikke fijn. Net zoals wat je nu ook een beetje hebt met Mario games. Wij gaan gewoon door. Hoppakee, wat maakt het uit. Maar het grappige was dus... hoe heet dat? De gems die waren veel moeilijker dan dat in deze remake is. In de remake, of in de gewone game was het namelijk zo van op het moment dat je bij een checkpoint doodging, dan moest je weer helemaal voor de gem overnieuw beginnen. Dan kon je niet meer voor de gem gaan. Dus 100% ouderwets was moeilijker dan nieuwerwets. En ik wil proberen die regel toch een beetje aan te gaan houden. Dus. Oh ja, en een hele mooie counter ervoor, die hadden wij vroeger ook nog niet. Dus zo'n mooie counter, hoeveel dozen dat je had en alles. Nou, je hebt de speciale dozen, de gewone blank crates, die geven 1 appeltje. Deze, daar wil je op springen, dan krijg je de 10 van. De leven crates spreekt voor zich. En de vraagteken, die hebben iets van 10... het zijn geen appeltjes, het zijn womp of fruit, maar... appels! Ik vind jij nog steeds disturbing, maar dat maakt niet uit. Maar dit geeft toch weer memories. Ik bedoel, de muziek is een beetje geremasterd. Zelf vind ik de klassieke PlayStation 1 tracks veel leuker. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ik bedoel, remasters, daar is op zich niet zo wel iets van mis mee. Great, but you missed 3 boxes! Ja, voor dit level hebben wij de groene gem nodig. Dus op het moment dat wij de groene gem hebben, moeten we dat level nog een keer gaan doen. De Great Gate, nog zo'n level. Ik denk dat we het iets van 5 levels gaan doen of zo. Ja, dat is nostalgie, dat weet ik. En daarom, ik wil gewoon voor de nostalgie, wil ik juist eigenlijk van... zijn we dot gegaan na een checkpoint. Ja, jammer dan. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen voor de jam. Ik bedoel, zo was dat in de PlayStation 1 versie. Dus zo gaan we het ook op de remake doen. Ik speelde trouwens op de PlayStation 4, mochten jullie het willen weten. Nee, dat willen we niet weten. Jammer, je weet nu toch. Monkey! Ik herinner me nog toch nog een paar levels waren die zo vreselijk waren. Maar nou heb ik even... ik ben er toch even nieuwsgierig naar. Voor de kijkers, voor alle leuke kijkers... Appels! Ja, wij noemen het gewoon appels. Maar even voor de kijkers. Wat zegt Aku Aku? Ja, wij noemen hem altijd de Hoedoededa. Maar wat zegt hij nou eigenlijk elke keer als je er zo'n masker op pakt? Oh, fijn. Nou ja, we konden hier toch nog niet alle dozen pakken, dus zo erg vind ik dit niet. Maar, nou ja, mag niet uit. Oké. Boink. Rude. Ik denk dat we dit spel gewoon echt gaan uitspelen in één zitting of zo. Maar in ieder geval, hoe is het met de chat? Hoe is het met iedereen op deze woensdag? Want ja, zoals het jullie nu ondertussen door hebben, de eerste stream van regelmaart is gestart. Dus iedere woensdag en zaterdag in maart gaan wij streamen van 5 tot 9. Dat heb ik toen netjes aangegeven in een bepaalde update video. Dit is een groot bonus steentje. Boedeboega. Boedeboega. Ik vind hem leuk. Boedeboega. Wij zeiden altijd hoedoededa. Dat weet ik nog heel erg goed. Mijn moeder die zei dat dan altijd als we dat ding dan pakten. Dan was het altijd hoedoededa. Letterlijk hoedoededa. Maar ja, mijn moeder die vond altijd dat ik enorme gaming skills had. Die heeft toen... ik heb toen een keer Medieval heb ik toen gedaan. De oude klassieke Medieval. Hier, kijk, zie je. Hebben we de Daily Jam voor nodig. Hoofdpijn. Arme Crash. Maar ja, mijn moeder die had toen Medieval. Was dat ergens in 1995 of zo. Daar heb ik nog ergens oude footage van liggen. Dat is eigenlijk best wel grappig. Dat was nog voordat ik een Let's Player was. Oh, Indiana Jones. Ja hoor.
Al is de muziek alles behalve Indiana Jones. Hier kunnen we wel weer een jam gaan halen, jongens. Wat leuk! Dus. Concentratie, jongens. Oeh. Oeh. Oh boy. Hoe lang gaan we het volhouden voor hardcore trouwens? Dit is gewoon Indiana Jones. Ja, letterlijk. Trouwens jongens, is de kwaliteit van de stream? Is het geluid goed te horen nog steeds? Is mijn stem goed te horen? Is de chat niet vervelend in een hoekje geplaatst? Is mijn gezicht niet vervelend in een hoekje geplaatst? Feedback is altijd welkom. Pom. En als het goed is, ben ik synchroon met de game. Spring, spring, jam, einde level. Ik heb even een kleine test heb ik dus gedaan. Om te kijken of ik synchroon loop met mijn input. Want anders zou het zijn van, oh nee, ik ben dood. En dan een anderhalve seconde later gebeurt pas of zo. Bla bla bla. Alles is goed. Woord van vandaag, hoe doet u dat? Dat dus. Ik vind het wel grappig dat we nog even kijken. Konden we deze nou al completen? Volgens mij niet. Volgens mij hadden we hier ook een kleurgem voor nodig. En het probleem is, de kleurgems die komen later pas. Dit is echt zo'n ontspannend deuntje. Echt. Hier zou je gewoon relax bij denken bij ergen van... Wauw. Gewoon dat je hier gewoon... Ik herinner me nog en ik weet niet meer... Ik herinner me nog wel... Dat we dan gewoon dit... Dat ik dit muziekje gewoon aan had staan. Dat ik gewoon het spel aan had staan. Dat ik gewoon ergens stond waar ik veilig stond. Gewoon omdat ik de muziek zo ontspannend vond. Ik vond Spyro minder leuk dan Crash. Spyro was grappig. Crash Bandicoot... Die hadden we en daar zat toen zo'n demo-disc. Die zat er toen de tijd bij. Dat weet ik nog goed, want die zat bij onze PlayStation. En toen had je dan Crash Bandicoot, er zat een demo-disc bij. Gekker nog zat er dus ook een... Van... Er zat een ja, demo van Spyro, die zat er dus bij. Spyro die heb ik toen een paar keer gehuurd, want dat was echt een ding waar we vroeger toen veel deden. Huren, games huren. En... Ja, Spyro... Het was wel grappig... Maar ik vond Crash Bandicoot vond ik toch leuker dan Spyro. In verband met Spyro... Ik vond Spyro heel snel eentonig worden. Terwijl dat nu dat ik ouder en wijzer ben... Ik heel eerlijk moet zeggen dat de spellen best wel snel de neiging hebben. Oudere spellen om dus eentonig te worden. Maar ik weet niet. Dit heeft tenminste nog iets nostalgisch. Als ik iets eentonig word, dan is het wel Mario Odyssey die ik elke keer naar mijn kop toe krijg gesmeten. En ik ga nou niet nog een keer naar mijn kop toe smijten. Ik heb hem hier liggen, maar ik heb niet nodig. Just saying. Maar chat, lijkt jullie dat trouwens een hele leuke titel voor deze video? In plaats van Princess Peach wordt ontvoerd, Peach Bandicoot wordt ontvoerd. Ik bedoel, dit werd gezien als de Mario-kloon. Nou ja, niet de Mario-kloon, maar de Mario van Sony. Oké, papoe papoe, baastijd. Let op jongens, dit wordt hilarisch. Dit wordt echt hilarisch. Geloof mij maar. Onze baas jongens. Blue! Hij slaat zijn knuppel, je springt op zijn kop. Dat is letterlijk deze baas. Hij slaat zijn knuppel, je springt op zijn kop. Wat een baas. Nou ja, het grappige is wel, in de oorspronkelijke PlayStation 1, waarom moeten we dat nou weer... In ieder geval, in Crash Bandicoot 1 hoef je maar 3 keer te raken. Nou, het grappige was wel, in de PlayStation 1 versie, daar werkte het anders. Maar goed, in ieder geval, we hebben nu de eerste baas hebben we verslagen. In de remake zou je ook als Coco kunnen spelen. Dus mochten jullie dat een keer willen zien, laat het me heel eventjes weten in de reacties. Of natuurlijk live in een stream.
dan pakken we Coco er ook af en toe een keertje bij. Maar je hebt volgens mij 5 levels. 2, 3, 4, 5. Ja, 5 levels. Deze, die pakken we als einde. Voor streamsake ga ik ook gelijk de tuintrials halen tot een baas. Dus voor YouTube is het heel erg simpel. De snelste truit krijgen jullie te zien in de files. Ja, dat is stream exclusive, dus. Amaris of Bruno, een van jullie twee, zijn jullie wakker? Hallo? Hallo? Zijn jullie wakker? Hi. Kunnen jullie dat doen? De run die we halen, daar knip... Dankjewel. Altijd lief, die gasten. En geen games aan kop te smijten, alsjeblieft, dit keer. Ik weet niet, het is weer wel een van de games die ik vroeger heel erg veel gespeeld heb. Dus ja, hi YouTube. Ja, Amaris en Bruno hebben besloten. Ja, wij hebben hier geen zin in. Wij zijn een beetje op vakantie. Jij moet nu gewoon zoveel mogelijk gaan streamen. Dus ja, de time trials die hebben we stream exclusive gemaakt. Dus ik ga heel eventjes mijn tijden laten zien. Speciaal voor jullie. We hebben bijna overal platinum, maar onze standards zijn gold. Mocht je ze nou zelf een keertje denken van, oh, dat kan ik vele malen sneller. Maak er een screenshotje van. En plaats het in onze Discord in multiplayer van mij apart. Lijkt me hartstikke leuk. In ieder geval YouTube, dit was onze eerste aflevering. Ik hoop dat je het leuk vindt. Laat een like achter als je dat natuurlijk leuk vindt. Kom een keertje gezellig langs in de livestream. Elke woensdag en zaterdag op Twitch van 5 tot plaar in de maand maart. In verband met wij doen regelmaart. Chat, ja, wij gaan gewoon nog steeds verder. Dus YouTube, ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering. Dan gaan we verder met Rolling Stones. En ja, ik heb het wel naar mijn zin. Ik hoop jullie ook. Dus tot de volgende video. Doei!